Van de tocht der tochten zwemmen, dat doe je niet zomaar. Weet je, ik wil dit zo graag doen. En niet omdat ik zelf 3 dagen wil zwemmen. Maar om voor de kankerpatiënt, voor kankeronderzoek, zoveel mogelijk geld bij elkaar te zwemmen. En maakt het dan heel veel verschil of je overdag zwemt of 's avonds? Omdat je dan, ja, je ziet wel de dingen. Ja, nee, overdag is zwemmen is veel fijner. En omdat het zicht inderdaad makkelijker is. Maar vooral omdat mijn lichaam weet dat het dag is en mijn bioritme dus helpt dat het dag is. Ook het gevoel van ik wil slapen, dat had ik in de tweede nacht bijvoorbeeld heel erg. En als je dan ja, weer de ochtend ingaat en je lichaam die ziet dat de zon opkomt en dat er weer licht is. Ja, dan gaan al die processen die ook die hallucinaties veroorzaken, die gaan weer weg. Dus het lastigste stuk zit echt in de tweede nacht, wat inderdaad met de hel van het noorden samenvalt. Ja, ik zie en hoor wel veel. Dus weet je, als dat mensen daar zijn en me aanmoedigen, dan is dat natuurlijk hartstikke bijzonder en hartstikke mooi. Maar uiteindelijk moet ik het natuurlijk wel weer zelf doen ook. Maar natuurlijk kunnen, weet je, dat zal een hele zware periode zijn. En volgens mij naar Franeker en naar Dokkum ja. Ook een heel lang stuk. Want als je bij Franeker weggaat en denkt, nou, ik ga nu doorzwemmen en ik kom over 16 uur in Dokkum aan. Weet je, dan is dat doel met al die pijn die je ervaart wel heel ver weg. Dus dan je focus op het volgende aidsmoment en het volgende moment dat je tijd doorkrijgt. Ja. Het volgende bruggetje, de volgende groep mensen die me aanmoedigen, weet je, dat kan me natuurlijk wel daar doorheen helpen, denk ik. En ja, weet je, en jij zegt, ja, ik hoop dat je stopt wanneer je niet meer wil. Kan. Mijn lichaam die schreeuwt na een uur of 6 of 10 zwemmen van Maarten, stop nu. Hm. Weet je, dat is wel logisch natuurlijk. Ja. En dan moet ik nog steeds 50 of misschien wel 60 uur door. En dat is het spelletje, dat je ondanks dat je lichaam zegt, ja maar Maarten, ik wil dat je stopt, dat je wel doorgaat, maar je hebt wel helemaal gelijk. Uiteindelijk moet er wel een soort van grens zijn. En ik hoop dat ja, die grens met de thermometerpil en mijn hallucinaties en mijn checkvragen, dat we die wel goed geborgd blijven, dat het allemaal wel veilig is.